Ja, nou, het is voor mij een hele prachtige 4-5 dagen, of ik denk ongeveer 4 dagen dat ik nu meemaak. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dan heb ik het over dat we ons hebben gekwalificeerd voor play-offs, voorrondes. En de feesten daarna, de ontvangst toen we hier aankwamen bij de stadion na de wedstrijd. Gisteren natuurlijk tijdens de huldiging. Dat zijn dingen dat ik nooit vergeet. En als ik vandaag ook mag, als ik vandaag word verkozen tot de beste speler van Heracles, ja, dat maakt eigenlijk de puzzeltje compleet. En ik ben daar echt trots op. In het begin van het seizoen had ik het niet verwacht. Want ik heb 2 jaar hiervoor heb ik het niet echt 100% goed gedaan, vond ik. Heb ik het helemaal niet goed gedaan. En ik zou nooit weten dat ik zo in het seizoen zou draaien. Maar ergens aan het einde weet je wel dat je heel erg tevreden mag zijn over je eigen prestaties. Dus ik had het wel ergens kunnen verwachten dat het zou kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk, vandaag heb ik de bevestiging gekregen dat het zo is. En daar ben ik apen trots op. Ik denk toch wel de laatste wedstrijd. En dat is dat je veilig hebt gespeeld om uiteindelijk mee te doen aan Europa League. Want dat is een geschiedenis geschreven hier bij Heracles. Dat wil zeggen dat wij in de boeken gaan. En dat er over een paar jaar, over 100 jaar, misschien nog steeds over ons wordt gesproken. Dat wij de eerste waren die ervoor hebben gezorgd dat de club Heracles in Europa mag voetballen. En als je dan ziet hoe trots wij de supporters maken, de clubleiding, voorzitter, directeur. Ja, dan is het echt fantastisch om mee te maken. Maar geluk is niet, het is niet zo dat je geluk zomaar krijgt. Je moet het verdienen. En het is ook een. Het is trainbaar, vind ik. Kan je wel heel raar vinden. Hoe kan je nou geluk trainen? Ik vind dat dat kan. Want weet je, het is geluk om meestal als je de hoop nu opgeeft. En daar komt er geluk zeker bij kijken. Omdat je weet van een moment gaat kunnen vallen dat wij een goal kunnen maken. En je noemt het net zelf op dat we heel vaak met maar 1-0 hebben gewonnen tijdens een uitwedstrijd. Onverdiend. Maar wij blijven erin geloven tot de scheidsrechter eigenlijk de wedstrijd afsluit. Blijven wij erin geloven dat wij een goal kunnen maken. En dat laten wij denk ik elke wedstrijd zien dat we heel gevaarlijk kunnen zijn met de kans die we krijgen. En nogmaals, geluk, ja, dat telt mee. En uiteindelijk heeft dat, ik wil niet zeggen dat het daardoor komt, maar dat heeft ons uiteindelijk wel een beetje geholpen om uiteindelijk te staan waar we nu staan. Een paar maanden geleden heb ik tegen de voorzitter gezegd dat ik niet open stond voor een verlenging. Maar ik heb wel gezegd, als we Europa ingaan, dat ik zeker ga luisteren naar wat hij te bieden heeft. En dat ga ik zeker ook doen. Alleen ben ik wel een speler die heel graag een stap hoger over wil maken. En wanneer dat is, ja, dat zie ik dan wel. Maar ik heb wel gezegd dat het liefst nu zou kunnen gebeuren. En daar sta ik ook open voor. Maar nogmaals, ik ga luisteren. En als ik hier blijf, is het zeker geen straf. En als ik blijf, dan hoop ik ook gewoon dat ik met de voorzitter eruit kom om een nieuw contact te tekenen. Maar dat vindt hij de club wel. Ik heb een aantal leuke momenten meegemaakt. Dat zeker een hoogtepunt waard is. En ik zeg dat dit jaar zou ik nooit vergeten. En ik hoop dat ik dit later tegen mijn kinderen kan zeggen. Wat ik allemaal heb meegemaakt hier. En wat wij als team hebben bereikt. En hoe het was om in een nieuw stadion van Heracles te voetballen. Want dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Hoe het was met die supporters hier. Hoe het was in het leven in de Overijssel. Want dat is natuurlijk ook een hele mooie verhaal. Een hele boek die ik kan schrijven eigenlijk hoe het hier was. Dus het zijn zeker dingen die ik zeker meeneem naar later toe. Blijven altijd achter Ilias Bellazani staan. Dat waardeer ik enorm, dankjewel.